Dit is de handtekening van Bram van Vlerken onder een nieuw contract. En de rechtsback is daar terecht zeer blij mee. Ja, ik ben heel blij dat PSV na zo'n twee moeilijke seizoenen die ik achter de rug heb, toch mijn contract wil verlengen. Spreekt heel veel vertrouwen uit. En ook blij dat, ja, wat ik al zeg, dat ze nog steeds vertrouwen hebben, ook al heb je zo'n moeilijke tijd achter de rug. Ja, want Marcel Brands vertelde net in zijn praatje, zie je het ook als een soort van extra kans. Maar ook dat je in de afgelopen maanden hebt laten zien wat erin zou kunnen zitten. Ja, het ging de laatste tijd ging het weer zoals ik wil spelen. En ik denk ook dat ik dat niveau vast moet houden en vanuit daar weer proberen stapjes te maken. In de zomer van 2014 mocht Van Vlerken mee op trainingskamp met het eerste elftal. Maar raakte daar geblesseerd aan zijn nek. Vervolgens scheurde hij zijn hamstring. En pas nu weer is hij helemaal de oude. Dat merkt hij aan kleine dingetjes. Ja, ik denk als je op een gegeven moment 3 wedstrijden in een korte tijd speelt. En die speel je allemaal wel gewoon lekker. En dan voel je je ook gewoon lekker. En ja, ik denk dat je dan wel weer echt voelt van ja, het zit er wel aan te komen. Want daarvoor was het eigenlijk een periode dat ik misschien 1 wedstrijd in de week kon spelen, maar 2, dat lukte echt nog niet. Daar voelde ik me echt nog niet fit genoeg voor. En daarna ging dat steeds beter. Dus vanaf toen denk ik wel dat ik, dat voelde ik me gewoon echt weer zoals ik was. Is het dus een beloning voor geduld hebben, keihard werken, ook gewoon je ding doen zonder poespas? Ja, ik denk dat ik ook wel een speler ben die daarom bekend staat. Dat ik gewoon mijn taken uitvoer en vanuit daar probeer nog iets extra's te leveren. Maar het begint natuurlijk gewoon bij de basis. Zeker als je achterin staat, gewoon hard werken en in teambelang. En ik denk dat ik zo ook mijn revalidatie heb opgepakt. Gewoon hard werken en probeer zo snel mogelijk weer terug te komen. Het is een contract met nog een jaar verlengd. Daar zit nog een optie in. Wat moet je van jezelf? Ik moet helemaal niks. Maar uiteindelijk is PSV 1 toch al je doel. En dat ze nu het contract willen verlengen, betekent ook wel dat ze toch wel iets in mij zien. En ik hoop dat ik dat waar kan maken. Heb je enig idee waar je plafond ligt? Daar heb ik nog niet specifiek over nagedacht. Ik ben al van kleins af aan fan van PSV. Dus mijn droom is toch wel om hier in het stadion te gaan spelen. Dus daar wil ik wel hard voor gaan werken.